Ik weet niet, ik schrik van mijn eigen tepel, ja, dus ik weet even niet. Seizoen 4 is natuurlijk net begonnen, maar wat gebeurde er ook alweer allemaal in het vorige seizoen? Aan de hand van wat momentopnames gaan we dat uitzoeken. Waarom kijken Alex en Elias zo geschokt? Oh, dit is hun standaard uitdrukking, ze kijken altijd zo. Lot biecht hier iets op. Ja, maar wat? Nora kijkt er ook nogal verbaasd. Ik heb echt geen idee. Ik heb geen idee. Nee, je maakt een grap. Nee. Gefeliciteerd. Je bent zwanger. Oh, tuurlijk. Ik weet het niet. Ja, ze is zwanger. Tuurlijk, ja. Alweer. Ja. Alweer. Per ongeluk. Waarom hebben Bart en Lot het ineens gezellig? Heb je het gezien? Ja. Jawel. Nee, oké. Okay, nee, ik zal eerlijk zijn. Volgens mij... Goed, het hoeft niet. Het is oké. Jawel, nee, ik heb het gezien, maar ik heb alleen 3 gezien. Want ik moest... Maar je hoeft het ook helemaal niet te zien. Nee, nou, joh, je moet op de auditie tekst kennen op tijd komen. Nee, maar op de auditie waren ze wel, zeg maar, not amused. Dat ik toen ze aan mij vroeg van, heb je iets gezien? En ik dacht, ik kende het. Heb je gelogen? Nee. Dat mag, ik heb niet gelogen. Ik heb echt eerlijk gezegd van, ik kende het eigenlijk niet. Nee. En ik heb het nog niet gezien. En ik ga heel snel bingen. Dus dat, maar ik heb 3 En dat gebinged. Heb je toen niet gedaan? Wel 3, alleen 3. Oh, ja. Maar kijk, ze hebben het gezellig omdat volgens mij die foto van, kijk, bij die zeilschool. Ja. Want kijk, ze hebben kinderen zijn zo gezellig. Ja. Of die zo'n groepsfoto. Oh, ja. Hier, kijk. Ik stuur ze wel door. Was wel een heel kort gezellig moment, want daarna was het weer hommelus. Ja. Ik vond het soms wel heftig, want ik heb altijd, zoals heel veel acteurs, dat je verliefd wordt op degene met wie je verliefd speelt. En als je speelt dat je iemand heel erg irritant vindt, dan ga ik die persoon ook echt irritant vinden. Komt dat, ik dacht dat het gewoon echt zo was, dat je mij gewoon irritant vond. Nee, likkelen bij deze. Oh, leuk dat ik dat nu kan horen. Dat ik toch minder zwaar aan hoef te tillen dan ik altijd gedaan heb. Dan word je wel echt verliefd, hè? Mooi dat jullie dit moment ook op camera. Oeh, wat staat er in het briefje van de moeder van Saar? Oh ja, ik vond het zo'n verdrietig moment. Weten jullie het? Nee. Niks. Oh ja. Oh. Zij geeft dan een briefje en dan lacht ze ook zo. Ik heb nog iets leuks voor je en dan staat er niks op. Ja. Wat lief. Anke, oh. Ja, oh. Waarom klapt Bart? Deze weten we wel, toch? Sowieso. We weten wel. Een slow clap. Nou ja, sowieso een slow clap. Sowieso een cynisch klapje. Dit is toch als Mike bij ons thuis is. En dat jij... Dit is voordat we gaan vechten? Ja, dat heb ik gezien. Wat doet die gast hier? Ja. Dat is lef hebben, zeg. Bart. Doe jij hier? Ik wilde Lot even spreken. Spreken. Teringlijer. Wat krijgt Pieter te horen? Oh, wat is dit? De waarheid. De waarheid. Ja, dit is bij de alpaca's, toch? Ja. Ja, dit is... Hier komt een absurde verhaal. Wat een seizoen lang voortduurde. Nu dat ik een bondje had met Marieke. Oh, oh shit. Alles komt eruit. De deal. Pieter krijgt de waarheid te horen. Laten we snel gaan kijken. Je hebt een ander. Oh nee, het is verkeerd. Het is allemaal niet dat moment. Oh, jij liegt. Ik lieg nog een keer, zodat je weggaat. Ja, zodat je weggaat. Dat je kind houdt. Ah, kijk hoe moeilijk je het ermee hebt. Ja, die meid heeft echt moeilijk. Leugens. Zo, je hebt me echt zoveel voorgelogen. Ja, om je te beschermen. Wat is dit voor gezellig gesprek? Kijk, dit is iets wat jullie kunnen beantwoorden. Ja, en weer weet ik het gewoon niet. Waar had het hier over? Maar dit is gisteren gedraaid. Nee. Dit was 2 maanden geleden. Ik weet niet, ik schrik van mijn eigen tepel. Ja, dat... Gaat het over het gezin? Nou, ik weet het niet. Oh, jawel, wacht even. Over Thomas, over mijn zoon. Dit ging over mijn zoon. Toch? Laten we gaan kijken. Ja. Pubers die zetten zich graag af. Zodra jij iets wil, dan willen zij dat niet. Je moet het niet forceren. Het komt wel. Ja, dokter Corrie. Ik heb een zoon van 17, maar Bart klikt niet zo goed met Thomas. En hij probeert dat een beetje zo. En ik kan wel heel goed met zijn kinderen, met Hanna en Mees. En Bart heeft daar iets meer moeite mee. Wat gebeurt hier? Ja, natuurlijk. Dat is niet al te best. Dit is geweld. Oh! Jullie worden in elkaar geslagen. Ja, oh ja. Gewoon doorlopen. Ja,
Je hebt een grote mond, of niet? Ja. Hé! Hey. Wel raar om dit te repeteren, want het was natuurlijk gewoon op een openbare plek waar iedereen langs liep. Ja, oh! Dat steeds die man met een knuppel op ons afkwam. Zeg maar zonder wat camera's. Ziek, ja, je zal het maar even tegenkomen. Waarom kijkt Elias zo verlekkerd? Hij is dronken. Het is een andere serie. Ik ken deze set helemaal niet. Het is een andere serie. Hij kijkt denk ik of naar jou of naar Verliefd Nick? Op Ibiza is dit denk ik. Nick oh, toch? Oh, het ja. Is in de disco. Oh ja, dan oh, kan ja. Hij niks, want hij staat aan zijn mankepoot. Nou, en weer een snuif erin. Ja. Dit was zo mogelijk een van de meest hysterische draaidagen die wij ooit hebben gehad. Iedereen was zo hysterisch. Dit was in Sexyland. Ja, dit was in Sexyland. Een bonusvraag. Ja? Weten jullie nog hoe deze discotheek in de serie heet? Iets met kou? Happy kou? Nee. De beurs. Nee. Oh. Wat? Oh. Niet? Nee. De bank. Oh. Zelf niet weten. Dat zeg ik. Nee. De bank. Wat liet Bart hier zien? Even kijken, waar zijn ik denk het Tinder-profiel, aangezien het seizoen 3 is. Zal het wel weer een datingprofiel zijn? Wat ik zo raar vind, die gleufjes die staan allemaal of met een lekkere gekke bek op de foto of met een surfplank. Ik wil toch niet met ze surfen? Ja, Bart zegt hier, gebruikt het woord gleufjes. Dat is natuurlijk niet oké. Om vrouwen zo te seksualiseren, nou, helemaal niet met dat soort woorden. Maar dat is natuurlijk verschrikkelijk, maar het is wel een beetje bewust. Want het is ook om te laten zien hoe onbewust mannen zoals Bart dat soort toxische, seksistische shit gewoon maar uiten en daarmee wegkomen. Waarom kijkt Carmen zo geschokt? Carmen. Ik had ook zo'n auditie gedaan. Met een rijstwafel? Ja. Met dus, deze scène. Dus door niet, jouw auditie nee. Moet je de hele tijd rijstwafels chappen. Nou, ik dacht, waarom hebben ze me nog gevraagd? Ik deed die zo. Nou ja, laat nog. Ja, zij eet zo goed rijstwafels. Laten we dat alsjeblieft in de script verwerken. Oh! Maar ik snap nee, sowieso dat even is, dit niet. Was die scène dat iedereen door elkaar, dat jij helemaal gek werd. En we moesten dat 10 keer opnieuw doen, omdat jij dat niet zo goed. Jongens, kan iedereen heel even rustig doen, alsjeblieft? Wat je van bent aan het schreeuwen? Omdat niemand naar me luistert! Ja, omdat je een witte oude man bent. Leuk om dit te zien. Mooi. Lelijk. Ja. Mooi hoe je dat heet. Ik vind dat jullie het heel goed doen. Oh, dit weet ik ook. Maar kijk, ik denk dat iedereen dit wel kan raden. Misschien Bart een foto maken van iets vanuit een bepaalde hoek. Ja, dat ligt er niet om. Also known as a dick pic. Voor wie was dit? Ja. Abby Hoes, was dat voor haar? Ja, dit is een foto voor Abby Hoes, de dochter van Erik Kortom. Ik ga het zo hoog houden, alsof het zo... Kan oh, hij gaat ook dit doen. Oh. Kut. Snij weg. Oh ja, hij moest hem even opvluchten. Verschrikkelijk. Jeez. Overigens stond in dit kleine toiletje stond Niels van der Kraan met de camera vrij laag. Want Bart staat zo die foto te maken. We waren een heel klein toiletje. Niels was hier met die camera. Wat een hele intieme band tussen ons heeft gecreëerd. Exact hetzelfde beeld als net, toch? Jij kijkt gewoon altijd ik zo. Ik kijk eigenlijk altijd zo. Wat krijgt Pieter te horen? Nu krijg ik dan eindelijk de waarheid te horen. Dit, ja, nee, ik is zie dit het niet hetzelfde moment? Nee, dit is, ik zie er gewoon altijd krijg zo krijg jij hier de waarheid? Is dit wel op de Veluwe? Ja, tussen de alpaka's? Ja, dat zijn die spotjes op die boerderij. Ik zie het aan de kleding. Ja, dit was wel de highlight van het derde seizoen. Want hier hebben we gespeeld met alpaka's. We zijn achterna gezeten door alpaka's. We hebben gewandeld. Jij bent gevlucht voor een alpaka. Oh ja, die wilde opspringen. Nee, je moet en met z'n allen slapen daar. Je moet daar. Niet te dicht in de buurt komen. Wat doe jij? Hallo! Ja. Dit was midden in de nacht. Laten we snel gaan kijken. Ik heb een deal gesloten met Marieke. Zij zou de rechtszaak laten vallen als ik uit jullie leven zou verdwijnen. En dat heb ik gedaan. Nou. En dat was het. Prachtig. Een heel seizoen aan gezeik samengevat. Ja, in één zin. Ja. Zo kan het ook. Ja. Nou, wij wisten ons nog best veel te herinneren van vorig seizoen. Maar mocht je toch nog alles willen terugzien, dan kan dat bij BNNVARA op NPO+. Yes.